Natuurlijk veel ook rondom de film. En daarin uh, kwam ik ook een verhaal tegen over jouw opa, je Engelse opa, die stierf. Ja. Uh, toen jij een jaar of elf was. Ik was ongeveer zo oud als de hoofdrolspeler van het, het, het jongetje. Ja, dus ja. ik was ook zo. Uh, de, ja. dat, dat was mijn eerste, eerste ervaring, eigenlijk met, met verlies, met, met groot verlies, die ik me heel, heel helder nog kan herinneren. Want, en wat ik. Wat ik daar intrigerend aan vinden is dat, dat is mijn Engelse opa, dus wij gingen, ik, ik heb de mooiste herinnering aan, dat was ook zo'n romantisch huis eigenlijk, een geluk hebben we, Maar dat was, en, en daar ging altijd met kerst heen, de fantastische tijd, het was altijd met heel de Engelse familie was daar dan. En uh, hij was er opeens niet meer, dus dat hoorde weer in Nederland, dat hoor je, oh dat wat erg, dan ga je daar naartoe, dan weet je, die reis weer, dan zijn we daar, is weer heel de familie daar, is dit begrafenis, en dan ben je toch in dat huis met z'n allen die hele week. En dat was eigenlijk heel fijn. En, en ik genoot er eigenlijk best wel van. Totdat het huis werd een beetje leeggehaald. En op een gegeven moment zat ik in zijn klapstoel. Zo'n kloedstoel die achterover kon en niet. Best een leuk ding. En, en ik zat daar een beetje te spelen. En ik weet nog gewoon dat opeens begon ik gewoon heel hard. Opeens kwam het binnen. Ik ja. denk anderhalf week later. Bam. Opeens. Opa is dood. Gramp is dood. En, en, en in één keer werd ik overvallen door verdriet. Mijn tante kwam van. Wat, die schrok me. Wat is er? Wat is er? Ja. Toen zei je opa is dood, weet je wel. En dat kwam gewoon anderhalve week later, op een heel specifiek gek moment, eigenlijk, heel hard binnen. En dat is. En met deze film gebeurt dat ook. Weet je mm -hmm. wel? Tekla, die, die merel speelt, die probeert dat van zich weg te duwen. Die probeert het te ontwijken. En ze heeft ook een hele grote reden daartoe. Want er is geen lichaam, er is geen. Weet je wel, ze kan ook een beetje verdwijnen. Ze heeft dat huis waar ze zich in kan verstoppen. Wat natuurlijk gevaarlijk is met, met ze moeten ook een verantwoordelijkheid naar de kinderen. Waardoor ze allemaal op een eilandje komen en allemaal die stap eigenlijk. Uh, Vertragen en, en nog, nog niet nemen. En dat is een belangrijk onderdeel in het rijproces is ook het erkennen, maar het ook het ontkennen. En, en, en in sommige situaties, zoals bij deze uh, in de film, um, is dat ontkennen, wordt heel erg verlengd. Ja, want je laat dus eigenlijk het rouwproces zien van drie mensen, ja. waarvan twee kinderen, een van elf en het meisje, Ronja. Zes, zeven jaar. Zes, zeven jaar. Ja. Um, en hoe verschillend uh, ze het ondergaan, want Ronja, de jongste, ja. die doet net alsof die er nog is. Ik praat over hem met een vriendje en is net een nieuw vriendinnetje, geloof ik. Ja. Die, uh, uh, nou, ze doet gewoon alsof die nog leeft. Ja, ja Laura noemt dat. Ze schrijft die het op. Dat is het de leeftijd van het magisch denken mm -hmm. nog, waarin. En gelijk heeft ze, want het is haar vader nog steeds eigenlijk. Weet je wel, waar, ja, hij is. Ik zie hem niet, maar waarom is hij? hij kan er toch nog zijn. En als hij er voor mij nog is, dan is hij er nog. En dat, dat, dat is mooi en charmant tot een bepaalde hoogte waarin het ook een soort van leugen wordt. Daar klopt het dan niet meer en dat gaat een beetje wringen. Dus zij is heel erg die vrolijke, speelse noot in de film. Geweldig ook een geweldige meisje trouwens, trouwens ja. ja maar, maar dat is. Dat is uh, dat geeft een hele fijne energie. Maar, maar met, met de tijd, met de lengte, gaat het ook een beetje wringen. Want ja, ik geloof het. Het is een bij, bijna een beetje een. een het is heel voor ons Hollands misschien pragmatisch net doodgrafsteen klaar. Het is misschien wat oosters om 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 daar iets zachter mee om te gaan. Mm -hmm. En dat heeft dat meisje veel meer nog. Ja. ja, ja. Maar je zei daarnet... van we hadden helemaal niet de, de idee dat we een film over rouw, dat we een zware film over rouw wilden maken. Op welk moment bleek het dat toch te zijn? Ja, ja. Dus. Dat is meer van. We of zeg je dit ook omdat je bang bent door de koers te komen kijken als ik zeg nee. dat het een zware film over rouw is? Nee. Dat is het namelijk niet. Maar het is nee. wel een film over rouw. Het is een film over rouw, maar het is een, we hebben nooit gestart met de gedachte: we gaan een film maken over rouw. Mm -hmm. We zijn begonnen, ik, ik zeg altijd: we zijn een beetje schatzoekers, Lauw en ik. En alle verhalen, mensen en dingetjes om me heen verzamelen gewoon. En, en die gaan in de, in de bagage. En, 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 en die slijpen we totdat die in een verhaal vallen... waar wij uh, geraakt door worden. En wij zijn heel melancholisch... en we houden van dat, dat, dat gevoel... en van dat dromen... en van dat uh, uh, wonderlijke... Het, de charme van de kleine dingen in het leven. En door de rouw en dood naast te plaatsen... komt dat allemaal op scherp te staan. Dus de, de, de rouw is wat er gebeurt... maar waar we naar kijken is, is liefde... familie... Uh, 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 warmte... Uh, maar het, het bitter zoete, eigenlijk is dat het. Dat maakt het zoete fijn. Ja, dus ja, als we ja. alleen het zoete zouden willen vertellen, dan zouden wij er ook. Ja, het is melancholie, dat ja. soort woorden waar we gewoon heel het erg voor. Ik zit naar je te kijken terwijl je dit vertelt, uiteraard. Ja. Maar ik zie ook helemaal je gezicht in al die. <laughs> Ja, ik, probeer het, ik probeer ja, het te, te vangen ja, woord. Dat is ja. lastig. Dat, ik hoop dat. Nou ja, al die ingrediënten van die, die mooie verhalen. Dus het verhaal van uh, Zuid-Afrika, de mm -hmm. duiker. Maar ook het verhaal van de. Ik, ik wist trouwens helemaal niet, bestaat dat woord überhaupt? Helder Een helder voelende gaven? Ja, gave? ja, ja daar hebben we lang naar gezocht. Hoe gaan we dat noemen? Is het een medium? Is ze een. Eh, weet je wel, het, het gevaar was... dat. Want het... even, dat is de moeder, dus ja. Merel. Dus Merel is... Tekena. Ja, Merel, ja, je ja nou ja, we zien haar al in een van de eerste scènes... zit ze in een, haar eigen soort prak, praktijkruimte. Yeah. Ook alweer een hele mooie yeah. ruimte in dat huis. En daar heeft ze een cliënt. Ik dacht eerst dat het een therapeut was. Yeah. Bleek dus niet zo te zijn. Ze heeft een gave. Ja, ja. En wat zij kan, is... Uh, voor degene die bij haar is, eh, contact maken met overledenen van diegene. Ze heeft geen controle, ze kan er niet mee praten, ze, kan dat, ze heeft daar een gevoel. En in de film gaan we zien we dat ook. We zien haar, die, die kamer waar ze is, wordt helemaal eigenlijk eh, blanco. En eh, als een canvas. en daar dient zich soms iemand aan. en die laat iets zien, al, al is het een koelkast met een fotootje erop. En zij. Vertelt dat tegen diegene die tegenover haar zit.